EAG Airport, het nieuw vliegveld en een dochteronderneming van GUM Air NV, wil de hub van de Guyana's worden. Het vliegveld dat ook de zorg in hoop komt te staan en in het laatste kwartaal van 2024 officieel wordt geopend, biedt al enkele diensten aan voor commerciële doeleinden en offshore activiteiten van de olie- en gasindustrie. Timothy Mendonça, directeur EAG, gaf tegenover onze nieuwsdienst aan dat deze airport compleet met terminal wordt geopend vanaf september en dat deze na de certificering aan alle internationale standaarden kan en zal voldoen. Mendonça legt uit welke diensten EAG Airport nog meer zal kunnen leveren. Deze airport is echt dedicated voor het buitenland. Alles wat domestic is, of tenminste wat lokaal is, gaat offshore. Dat is de helikopteroperatie. En internationaal starten we met Guyana en we gaan heel kort na de opening Frans-Guyana toevoegen. Dus daarmee willen we de hub van de Guyana zijn. En het is eigenlijk de city centers met elkaar verbinden, de capitals echt met elkaar verbinden. Want we vliegen naar Ogo Airport en Cayenne. Dus je vliegt van de stad, midden in de stad van Georgetown, naar Paramaribo in de stad, naar Cayenne in de stad. Dus voor business opportunities en voor business travel, in eerste instantie is het heel efficiënt. Je bent binnen een uur naar either one of the Guyana's. En je kan door aansluiten van Frans-Guyana tot naar Guyana. Dus we zullen ook tussen de drie Guyana's, of tenminste ja, tussen de drie Guyana en de Guyana's schild, zullen wij daar de centrale rol in spelen. De EAG zal meer mogelijkheden kunnen aanbieden aan de samenleving en ook aan de regio met de nieuwe vliegtuigen die zij in haar hangar heeft, onderstreept de EAG-directeur. Ons nieuw vliegtuig, de Beechcraft 1900, heeft 19 seats. Het is een pressurized vliegtuig, dus we kunnen hoger vliegen. Betere temperature control, dus comfortabeler. Je kan rechtop in die cabine staan, dat is wat anders dan de huidige vliegtuigen die we hebben. Dus qua comfort zeker beter. En natuurlijk, we kunnen verder vliegen. Dus ook naar Trinidad, dat is inderdaad zaken die we kunnen, of tenminste locaties die we kunnen aandoen. Maar we starten rustig met wat we kennen en waar we business mee kennen. En ik ben ongetwijfeld, kijken we naar meer opties en dat in de komende jaren zullen we ontwikkelen. Je moet rekening houden, we zijn een relatief kleine company, dus je moet zaken wel doen die werken. En als we eenmaal starten met de route, stoppen we niet. En ook als we schedules hebben, cancelen we niet. Dus we bieden garantie dat je vliegt. Dus daar willen we niet van afstappen. EAG Airport is bezig de puntjes op de i's te zetten en zich klaar te maken voor de officiële opening in september. Mendonça liet een tipje van de sluier lichten door te zeggen dat er hoogstwaarschijnlijk een soft opening zal zijn.